PSV FC Eindhoven internationals Danielle van der Donk en Angela Kress staan op de drempel om zich te plaatsen voor het WK in Canada. Toch zijn er in Eindhoven al een paar speelsters die ervaring hebben met grote toernooien en zelfs het winnen daarvan. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Dus wij hebben het EK gespeeld in Noorwegen, hebben ook uiteindelijk gewonnen. Dus wij hebben wel wat ervaring met grote toernooien, ja. Maar ja, het grote Oranje heeft toch grote toernooien, komen meer mensen kijken. Dus dat is ook altijd heel leuk. Ja, je denkt er wel aan terug en dan ga je kijken hoe de hun het gaan doen. Of dat ze het ook kunnen winnen. Dus ik hoop van wel. Op zich, je denkt wel een beetje aan terug, omdat het ook een groot toernooi is. Maar ja, ook je ziet ze op tv en dan dacht je echt zo van ja, wij waren ook op tv. En ik hoop dat ik het ook ooit nog mee mag maken. Ja, tuurlijk. Je wil altijd het grote oranje spelen. En het is natuurlijk mooi dat hun het WK mogen spelen. Dat is ook hun eerste keer. Dus dat is altijd mooi. We kunnen ook historisch schrijven, net als onder 19, wat wij hebben gedaan, het EK mogen winnen. Dus dat is altijd mooi meegenomen. En ja, ik vind het leuk om te kijken, maar nog leuk om bij te zijn natuurlijk. Je laat wel even zien wat je mee hebt gemaakt. En dan steek je zo maar even in je broekzak. We hebben echt wel een gezellige tijd daar gehad. We zitten bijna 2 weken met elkaar bij elkaar. En als je het niet gezellig hebt, dan zie je het ook terug in het voetbal. Wij wensen het Nederlands elftal heel veel succes in het WK-kwalificatieduel donderdag tegen Schotland. En in het bijzonder Daan en Angela. Heel veel succes!